Luciano Narsing, jullie verliezen vandaag met 1-3 van Southampton. Daar kun je persoonlijk niet heel veel aan doen. Je viel pas rond de 75e minuut in. Ja, een invalbeurt dus, net als van de week tegen Angers. Hoe sta je er momenteel voor? Ja, goed. Ik voel me goed. Ik heb nu veel inhoud, dus ik moet zeggen dat het de goede kant op gaat. Toen jij naar Feyenoord kwam, zag ik wat felicitaties op je Instagram. Bijvoorbeeld van Boetjes, die zei, ga maar beginnen met slopen daar. Zo ben je klaar om te gaan slopen? Dat is wel de bedoeling, ja. Nee, ik doe mijn best en ik heb er zeker zin in. Ben je al klaar om 90 minuten te gaan spelen? Dat moet nog blijken, maar bij mijn invalbeurt moet ik zeggen dat ik me goed voel. Trainingen voel ik me ook goed, kom ik goed door. Dus ik denk wel dat ik fair ben, als ik eerlijk ben. Vandaag viel Sam Larsson natuurlijk uit, Sven van Beek ook. Dus wat blessures, dat biedt misschien voor jou de mogelijkheid om volgende week gewoon te gaan starten. Ja, we moeten nog blijken. En, overleg met de officials en met de staf. Wat ze vinden en hun testament en hun weten wanneer ik klaar voor ben. Ik voel me goed, dus ik wacht af. Wat kan het legioen voor jou gaan verwachten dit seizoen? Ik wil belangrijk zijn met goals en assisten, dus ik hoop daar mijn bijdrage in te leveren. Wat is je persoonlijke doelstelling bijvoorbeeld? Nou, ook nog liever voor mezelf, liever. Ja. Nee, gewoon weer plezier terugvinden in het voetbal. Ik heb lang niet gevoetbald, dus dat is voor mij prioriteit nummer 1. Je ziet het natuurlijk nu ook bij PSV, hè? Met Malen in de spits. Zou dat ook wat voor jou zijn? Ik heb wel eens een keer spits gespeeld. Dat is met twee spitsen dan, dus wie weet. Wat gevoel heb je daaraan overgehouden? Ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Goede positie, want je kan gewoon zwerven. Dus, Lirover deze week bijgetekend. Wat was jouw eerste reactie? Ja, ik was blij natuurlijk. Het zat eraan te komen. Hij had gewoon goed getraind. Hij was al betrokken bij het team. Dus iedereen hoopte al erop dat hij snel zijn krabbeltjes zou zetten. Nu sprak ik wat Feyenoord supporters voor de wedstrijd en die zeggen allemaal, het zijn best reëel. Derde plaats zien zij als doelstelling. Hoe hebben jullie daarover gesproken als doelstelling voor dit seizoen? Wij kijken eigenlijk of wij wisten tot wedstrijd en willen zo lang mogelijk meedoen. We hebben nog niet echt een doelstelling van we gaan voor dit of dat. Maar, zo lang mogelijk meedoen en natuurlijk zo hoog mogelijk willen eindigen. Gaan de doelpunten en assists van Luciano Narsing toch wel bij helpen, denk ik? Laten we dat hopen.